Hey Marco, we zijn, hoe lang zijn we nou bezig om hier te komen? Ja, we zijn 3000 kilometer verder. 3000 kilometer verder, vanaf Nederland. Bijna een hele dag op reis geweest. Ja, hoe laat waren we vannacht bij het hotel? Half 4. Half 4? In de ochtend. Oké, okay. En hoe laat begonnen we eruit? 7 uur. Omdat we dachten? Dat we gelijk weg zouden gaan. We hebben lekker zitten ontbijten, maar het is nu inmiddels 10 voor 1 en we gaan nu eindelijk omhoog. Ah, de Sinaasje, naar de zin. Voor de eerste keer. Ja, dat is jouw Sinaasje. Waarschijnlijk ook de enige. En waarschijnlijk ook de enige. Maar goed. Nou. Eén sprong, 3000 kilometer, is goed te doen toch? Ja, nou, denk ik ook. We hoeven alleen nog maar 3000 kilometer terug. Ik wist het wel. We gaan naar Kemmelaaien. Welkom in Kemmelaaien. Kijk. Leuk stad. Bedankt. Leuk. Het is fucking 100.000 graden hier. Dus we wilden vanavond naar de sauna. Nou, ik ben er al. En pootje volgens mij ook al, toch? Oké, dan heb ik gewoon een plaatselijke regenbui op mijn hartjes. Fijn. Nou, we hebben een interview gehad. Voor Turkish Television. Turkish.com of .tu of wat dan ook ze dan ook willen. www.berger.nl. Now we're in the walkabout. Hier, je bril. Water. Alles voor water. Hier, in het Turkse woestijn. Here we go. Oh, wat een sprong. Kijk eens. Wat een molen. Ze komen met een stoeltje voor de skilift. Coachje. Coachje voor de nou meer de clip diving show op het moment. Zijn we eigenlijk hier mee? Oh, geen idee! Kijk eens naar beneden! Ja! Hi. Fuck! Heb je hoogtevrees? Nou, als ik geen hoogtevrees heb, heb ik het niet. Hang je hier op de perken? Met de handen in het leven. Ja. Van de stel deuner man mee. Sightseeing Turkije, zo ziet Turkije eruit. Bora Bora gebergte. Ja. Kemmelaaien. En hier moeten we naar beneden straks. Oranje ding, op die rode gaan we landen. Huh? We moeten niet in de meuk. Hazırım ben seninle ateşlerde.